Ja, ik ben Pepijn van Erp. Ik ben sinds een aantal jaren actief betrokken bij de Stichting Skepsis. Ik zit ook sinds 2012 in het bestuur. En de Stichting Skepsis die houdt zich bezig met het onderzoek naar bijzondere claims. Dat kan van alles en nog wat zijn, maar we focussen wel de klassiek sceptische onderwerpen. Dat zijn bijvoorbeeld astrologie, UFO's, maar zeker ook complottheorieën die komen daarin aan bod. Ja, waarom Skepsis zeg maar, met die onderwerpen bezig is, is eigenlijk omdat we zeg maar, het publiek zeg maar, goede informatie willen geven over die onderwerpen. En het zijn vaak onderwerpen die wetenschappers in hun normale doen en later op universiteiten eigenlijk links laten liggen. Omdat ze dat denken, ja, dat hoort niet tot je normale werk. Hooguit doen ze dat zeg maar, naast hun werk, met je als een hobby. Maar het zijn volgens ons vaak wel onderwerpen die dus wel leven bij het publiek. Wij proberen daar gewoon onze visie, in ieder geval ons onderzoek, tegenover te zetten. Want er zijn heel veel mensen die daar onzinverhalen over houden, zeg maar, volgens ons dan. Maar ja, in principe, het woord complottheorie wordt altijd een beetje denigrerend gebruikt, meestal. Hè. Meestal gebruik je het voor een alternatief verhaal ten opzichte van het verhaal van de overheid of de wetenschap. Maar in de meeste gevallen gebruiken we de complottheorie echt voor de vergezochte verhalen die je eigenlijk, als je er goed naar kijkt, vrij snel onderuit kunt halen. Omdat ze gebaseerd zijn op onnozele feiten, verkeerde interpretaties, op een paar ooggetuigen of zo die net iets anders zeggen dan de meerderheid van alle andere ooggetuigen. Dus aan dat soort dingen kun je ook wel een complottheorie wel herkennen. Echte complotdenkers zoeken meestal naar mensen die verborgen organisaties of machten die dus met opzet slechte dingen proberen te bewerkstelligen. En ze vergeten daarbij vaak zeg maar, de normaal toeval of dingen die zonder reden gebeuren. En, ja, en als je dat allemaal bij elkaar neemt, dan blijkt meestal niet zoveel over van die complottheorieën. En, ja, moet ik een voorbeeld geven? Bij de 9-11, er zijn heel veel verhalen over, maar bijvoorbeeld een van de vier vliegtuigen die zijn gekaapt toen. Een van de vliegtuigen is niet in een gebouw neergestort, maar die is door de mensen die gegijzeld waren in het vliegveld. Die hebben uiteindelijk net voordat het vliegtuig zich ergens in het Witte Huis of in het Capitool zich kon boren, hebben ze de kapers weten te over mannen. En toen hebben ze dat vliegtuig is toen neergestort zeg maar, in hun veld. En dat is waarschijnlijk heel bijna op de andere hand een sterk schuine hoek met een enorme snelheid in de grond verdwenen. En ja, de complotdenker zegt, ja, als je daar kijkt naar die foto's, er zijn bijna geen brokstukken te vinden. Dat kan toch helemaal niet? Terwijl als je dan kijkt naar soortgelijke ongelukken, dus waarbij er geen sprake was van een kaping. En ook vliegtuigen van een hele steile hoek met hoge snelheid zijn op de bodem geslagen. Dan zie je dat ook, dat het vergelijkbaar is dat je echt van een enorme krater krijgt, die wel weer half dicht valt. En dat er bijna geen brokstukken te vinden zijn. Dus dan heb je zoiets van, ja, zo bijzonder is dat niet. Iets wat op het eerste ogenblik heel overtuigend bewijs lijkt van dat het niet het officiële verhaal niet kan kloppen. Blijkt als je dus zeg maar andere gevallen bekijkt dan toch helemaal niet zo bijzonder. Ja, de chemtrails doen het nog steeds goed. Hè? Het idee dat al die sporen van vliegtuigen, dus de condensstrepen, dat eigenlijk niet gewoon condens is. Dus geen waterdamp wat in de koude lucht zeg maar, kleine waterdruppeltjes vormt en daardoor zo'n streep achterlaat. Maar dat chemicaliën zijn die dus door overheden worden over ons worden uitgestrooid met middelen die dan zouden inwerken op onze geest om ons rustig te houden. Hè. Dat chemtrails doen nog steeds goed. Maar ook de meer klassieke complottheorieën rondom UFO's. Zeg maar, ja, mensen zeggen van UFO's die zijn er zijn zoveel bewijzen voor UFO's, dus mensen getuigen. Maar waarom zegt de overheid dat dat er niet is? Dus dan moeten ze dus iets verborgen houden. Dat is dan weer is ook zo'n klassieke complottheorie. Dat de overheden meer weten van buitenaardse bezoekers of UFO's dan ze willen vertellen. Een beroemd geval is denk ik dat we mediums bijvoorbeeld ook wel bekijken. Dus mensen die zeggen dat zij informatie doorkrijgen van een vroeger leven of zo. En dan gaan mensen later checken dat blijkt te kloppen. Maar dan hebben wij wel eens ontdekt dat ze dat gewoon van het internet afgeplukt hebben. Of van een website die intussen niet meer bestaat. Maar dat soort ontdekkingen doe je soms wel eens, ja. Maar ja, wij proberen altijd wel goed te kijken van, zit daar misschien toch iets in? Hè? De gevestigde wetenschap of de gevestigde orde kan het natuurlijk wel eens mis hebben. Of ook reden hebben om een verhaal iets anders voor te stellen dan de werkelijkheid is.